Dat is de dader daar. Maar dat hij in staat was om dit te doen, had niemand voorzien. Want ik was, in haar vakantie was ik 3 weken bij haar. Is hij ook voorbij het huis gekomen. Nooit gekomen. Dus dat 99,9% van de mensen die heeft iets in zijn hersenen. Dat die denkt van laat maar zitten. Maar deze. Deze niet. Wat hoop je nu dat er gebeurt? Ik hoop dat ik hem in mijn handen krijg. Maar dat gaat niet gebeuren. Het is een lot uit de loterij. Dus ik weet ook niet wat ik hier doe. Misschien had ik hem tegen. Ik ben gewoon op straat aan het lopen. Maar jij hebt je best gedaan om haar te beschermen. Je bent al 3 weken eigenlijk bijna fulltime bij geweest. Hebben andere mensen, of bijvoorbeeld de politie, hebben die een steekje laten vallen? Ik weet niet hoe ze te werk gaan. Ik vind, nou is Jessica op dit moment, moet het uitzoeken. Zij was de volgende op zijn lijst. Hij had duidelijk in de mail gezet. Hij had wel zoveel praatjes, maar als iemand zegt, ik zie het eerst Linda dood en daarna Jessica en daarna mijn eigen. Jessica krijgt helemaal geen bescherming nu. Die moet uitzoeken waar ze. En die gast loopt hier ergens vogelvrij rond of weet ik veel. Ik hoop dat je zijn eigen door zijn kop hebt geschiet en dat hij nog leeft. Dat het gewoon dagen duurt voordat hij doodgaat. Ben je zelf niet bang dat hij achter jou aankomt? Nee. Het is zoals het is. Ik ben niet bang. Ik ben gewoon mijn vuisten. Maakt niet uit. Ik volg mijn hart nou. Daarom sta ik ook hier. Ik ben echt niet bang.